Nou, goedemorgen allemaal en goedemorgen en welkom bij de presentatie van het rapport van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst. Een bijzonder welkom aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep. Verder aan tafel zitten de leden van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst. Gerrit-Jan van Otterlo, Danai van Weerdenburg, Jan Middendorp, de griffier Rens Jansma. Onze vicevoorzitter van de commissie, Kees Verhoeven, de heer Farid Azarkan en Chris van Dam. En mijn naam is Katelijn Buitenweg. Ik was de voorzitter van deze commissie die ik met veel plezier heb voorgezeten. En we zijn gekomen unaniem tot een rapport. Dat zullen we straks wat meer presenteren. Eerst laten we zo een filmpje zien. Daarna zal ik wat dieper ingaan eigenlijk op de urgentie van onze aanbevelingen. En daarna zal het rapport worden overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar laten we beginnen met een filmpje. Nou, we zien eigenlijk op dit moment al dat er bijvoorbeeld een aantal hele grote spelers fundamenteel data vragen van onze inwoners, eigenlijk van heel veel mensen. We merken dat dat ontzettend lastig is om daar bijvoorbeeld grip op te krijgen. We zien ook dat er natuurlijk heel veel digitale toepassingen worden gedaan, zodat we onze gezondheidszorg verbeteren, ons onderwijs kunnen verbeteren, dat onze bedrijven concurrerender worden. En tegelijkertijd zitten er ook nadelen aan, omdat die bedrijven gewoon heel veel macht krijgen. En de vraag is, hoe kunnen we daar, in ieder geval vanuit onze rol, vanuit het parlement, grip op krijgen? Vroeger was je onbespied in eigen huis en kon je ook vrij anoniem over straat. En dat is veranderd. En ik merkte dat onder andere toen ik een slimme televisie kocht. En ik later begreep dat de fabrikant dan ook kan meeluisteren met de geluiden in je woonkamer. Je wordt op allerlei plekken bekeken, gemeten en zelfs gemanipuleerd. En daarmee staat de democratie echt onder druk. Maar toen ik in 2018 het boek Live 3.0 las over kunstmatige intelligentie en wat dat allemaal betekent voor de wereld waarin wij leven, toen dacht ik ineens terug aan de tijd dat de Tweede Kamer debatteerde over de cookiewet en eigenlijk onvoldoende kennis van zaken had en allerlei besluiten nam en zelfs wetten maakte die helemaal niet aansluiten op die complexe digitale praktijk. Met kunstmatige intelligentie en dat soort grote technologieën moet de Kamer veel meer weten waar we het over hebben. Het vraagstuk van de digitale toekomst voor de Tweede Kamer is dat er in verschillende portefeuilles wel afzonderlijk wordt gekeken, maar nergens in samenhang wordt gekeken op welke wijze de digitalisering wordt toegepast. En dat betekent dat de commissie digitalisering die er moet komen, wat dat betreft een rol heeft, net zoals de commissie Financiën een rol heeft qua geld, een nieuwe commissie ook een rol heeft qua digitalisering, zonder dat ze het werk van de afzonderlijke commissies over gaan nemen. Wij doen ook aanbevelingen om als parlement meer grip te krijgen op de regels, de digitale regels die uit de Europese Unie komen. Want natuurlijk moeten we samenwerken op belangrijke onderwerpen als kunstmatige intelligentie in Europa. Maar we moeten ook als Nederlands parlement zelf aan de slag en zorgen dat we grip houden op onze digitale toekomst. Ik ben lid van de commissie Justitie en Veiligheid en daar behandelen we regelmatig onderwerpen die ook digitalisering raken. Hè? Cybercrime, privacy, allemaal van dat soort dingen. Maar ik heb al langer het idee dat we daar een discussie voeren zonder het grotere plaatje in beeld te hebben. De buitenwereld heeft die behoefte om met de Tweede Kamer over dat geheel te praten. De wetenschappelijke wereld, de grote platforms, het bedrijfsleven, dat moeten wij organiseren. De buitenwereld is wel georganiseerd op dit thema, de Kamer nog niet. Wij bevelen de Tweede Kamer aan om een vaste Kamercommissie Digitale Zaken in te stellen. Om een kennisagenda Digitalisering op te stellen om informatie van buiten ook naar binnen te halen. Om de nieuwe commissie in staat te stellen om ook andere Kamercommissies te ondersteunen. Om zorg te dragen voor een sluitend wettelijk kader en toezicht op digitalisering. En om extra aandacht te besteden aan wetgeving uit de Europese Unie. Dank u wel. Daarmee is natuurlijk al heel veel gezegd, maar ik wil daar toch veel meer toelichting op geven. Allereerst wil ik nogmaals zeggen dat het ook met veel plezier is en dat ik het een grote eer vind om dit rapport namens de hele commissie te mogen presenteren. En deze commissie is in het leven geroepen, en dat bleek ook al uit het filmpje, uit een sluimerend ongemak dat bij heel veel leden leeft in de Tweede Kamer en wat de afgelopen jaren veel sterker is geworden. En dat ongemak dat draait om de vraag of we als Tweede Kamer nou wel voldoende zicht hebben op de enorme veranderingen die digitalisering voortbrengt en of we ook voldoende in staat zijn om daar sturing aan te geven.
Want digitalisering die leidt tot revolutionaire veranderingen, zoals andere industriële revoluties hiervoor deden. Het verandert ons werk, onze vrije tijd, over hoe we met elkaar omgaan. En digitalisering biedt grote kansen voor een kennisland als Nederland. Kansen waar we in de Tweede Kamer soms beter oog voor moeten hebben om ze ook te kunnen verzilveren. Maar digitalisering verandert ook verhoudingen. Over ons allemaal wordt steeds meer data verzameld. En daardoor worden burgers transparanter voor de overheid. Maar andersom wordt de overheid vaak minder transparant doordat besluiten tot stand komen via profielen en algoritmes. En dat leidt er ook toe dat sommige bedrijven een ongeëvenaarde macht hebben gekregen. Mede-oprichter van Facebook, Chris Hughes, zei over zijn voormalig partner Zuckerberg: nooit eerder kon iemand de gesprekken van 2 miljard mensen volgen, vormgeven en zelf censureren. Ook de mondiale verhoudingen die veranderen, met China, Rusland en Iran voorop die een agressief spionagebeleid voeren. Dus digitalisering biedt ongekende kansen, maar ook ongekende risico's voor onze veiligheid, onze democratie en onze autonomie. En daarmee raakt het de kern van ons werk in de Tweede Kamer. En de conclusie van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst is dat we niet goed zijn toegerust voor deze taak. En dat is ernstig. Ondanks de veranderingen die voortrazen, is aan de organisatie van de Tweede Kamer de laatste jaren bijna niets veranderd. Alle commissies doen digitalisering erbij, zonder gespecialiseerde ondersteuning. En veel vraagstukken komen overal een beetje aan bod, maar nergens uitputtend. En een goed voorbeeld daarvan zagen we vorig jaar oktober. Drie bewindspersonen stuurden toen drie verschillende brieven over kunstmatige intelligentie naar de Tweede Kamer. En zij hadden die brieven onderling wel afgestemd, ambtelijk en in een onderraad. Maar eenmaal hier belanden brieven in drie verschillende commissies. Met allemaal verschillende woordvoerders, voor wie bijna allemaal geldt dat dit onderwerp maar een piepklein onderdeel van hun portefeuille is. Hoe bouwen we zo kennis op? Hoe kunnen we zo de regering goed controleren? En hoe kunnen we zo geïnformeerd met elkaar ook de degens kruisen? Want digitalisering is fundamenteel politiek. En hoe kunnen we ook zo aanspreekpunt zijn voor de buitenwereld? De afgelopen maanden werd onze tijdelijke commissie overspoeld met e-mails van mensen die bijna opgelucht waren. Eindelijk gaat de Tweede Kamer serieus werk maken van digitalisering. En mensen wilden hun kennis en hun ideeën delen. Maar dan moesten wij zeggen: sorry, we gaan helaas niet over de inhoud, maar alleen over het vraagstuk van de organisatie van de Tweede Kamer. Maar ik kan vandaag wel tegen hun zeggen: de boodschap is overgekomen. Geachte aanwezigen, het zal altijd zo blijven dat in alle Kamercommissies gesproken zal worden over digitalisering. Denk aan leerlingvolgsystemen, aan slimme landbouwmachines of de corona-apps. Die moeten onderwerp zijn en blijven in de relevante Kamercommissies. Maar het is ook nodig dat er een plek is waar onderwerpen die de afzonderlijke vakcommissies overstijgen, coherent en in samenhang worden behandeld. Zoals data delen, cyberveiligheid, algoritmes. Een plek waar overzicht is. Zodat we ook weten welke onderwerpen niet door de regering worden opgepakt, die tussen wal en schip vallen. En hoe kan zo'n plek dan vorm krijgen? En zoals collega Middendorp vaak zegt, digitalisering is het nieuwe financiën. Elke commissie gaat erover, maar er is ook een speciale commissie financiën. Maar omdat ik weet dat de voorzitter een extra warm hart heeft voor de emancipatie van vrouwen, zal ik de parallel anders leggen. Mainstreaming was heel lang het toverwoord bij emancipatie. En gelijke rechten en kansen die moeten in elke commissie aan bod komen. En alle bewindspersonen horen op alle beleidsterreinen daaraan bij te dragen. Maar mainstreaming leidt tot verwatering als er niet één commissie is die als motor voor emancipatiebeleid fungeert, die aanspreekpunt is, verantwoordelijkheid draagt en weet waar de gaten vallen. En mevrouw de voorzitter, ik weet dat in de genoemde voorbeelden, zoals financiën, er ook een verantwoordelijk bewindspersoon is voor dat terrein. En als Kamer kunnen wij niet beslissen dat er een minister voor digitale zaken moet komen. Maar als parlement gaan wij wel over onze eigen werkwijze. Die wordt niet gedicteerd door de organisatie van de regering. En in de afgelopen maanden heeft onze commissie met heel veel mensen gesproken. Waaronder lokale en provinciale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en Europese politici en ambtenaren. En we hebben ook onderzoek laten doen naar hoe andere parlementen hier nu mee omgaan.
waaronder die in Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt veel explicieter het belang van digitalisering erkend. En op basis van die onderzoeken en gesprekken zijn wij gekomen tot onze aanbevelingen en raden wij de Tweede Kamer met klem aan een update uit te voeren. De eerste aanbeveling is deze. Richt na de verkiezingen een vaste Kamercommissie Digitale Zaken op. En deze commissie controleert en behandelt de wetgeving voor de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering. En als dat er meerdere zijn, zoals nu, dan kiest de Kamer zelf een bewindspersoon tot wie de commissie zich primair verhoudt. Hoe dan ook leggen we een vaste link en dus een stevige basis. En andere bewindspersonen, ja, die kunnen daarnaast altijd uitgenodigd worden, zoals nu eenmaal de bevoegdheid is, van een vaste Kamercommissie. Aanbeveling 2. Stel jaarlijks een aparte kennisagenda digitalisering op. En dat stelt ons in staat om planmatiger onze kennis te vergroten en de denkkracht van gerenommeerde instituten, zoals het Rathenouw Instituut, veel structureler van buiten naar binnen te halen. Aanbeveling 3. Zorg voor een betere ondersteuning van de overige vakcommissies wanneer digitaliseringsvraagstukken op hun eigen terrein spelen. Zij moeten kunnen profiteren van de kennis die wordt opgebouwd door de ambtelijke ondersteuning van de vaste commissie Digitale Zaken. Aanbeveling 4. Zorg voor een sluitend wettelijk en toezichthoudend kader. Op sommige terreinen, zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning, ontbreken op dit moment duidelijke regels. En collega Verhoeven heeft hier regelmatig op gewezen. Terwijl gezichtsherkenning echt bij uitstek een technologie is met potentieel enorme consequenties voor de samenleving. Maar kortom, er is onvoldoende inzicht op dit moment in het totaalplaatje en dat moeten we gaan organiseren. En tenslotte, weet wat er speelt in Europa. Kijk, digitalisering is een van de twee topprioriteiten van de Europese Commissie. Daar gebeurt dus veel. En waarbij heel veel Europese discussies de Nederlandse of de nationale positie wel duidelijk zijn, omdat die zich heeft gekristalliseerd eigenlijk in de afgelopen decennia, is dat niet het geval bij digitalisering. Daar is alles in beweging en heel veel is nieuw. En het is voor de Kamer dus echt essentieel om meer aan de voorkant te komen en de Nederlandse regering strakker aan te sturen om invloed te hebben op het eindresultaat in Brussel, waar we allemaal mee te maken zullen krijgen. Mevrouw de voorzitter, ik zei het al, deze commissie is opgericht vanuit een gevoel van ongemak. Maar ik denk dat ik namens alle leden spreek als ik zeg dat dat gevoel in de afgelopen maanden is veranderd. Ik voel namelijk nu vooral een enorme urgentie. Ik ben ervan overtuigd dat als de Tweede Kamer ook op het gebied van digitalisering het hart van het politieke debat wil zijn, we niet ontkomen aan een update langs de lijnen die ik zojuist heb gezegd. En ik hoop dat we ook de rest van de Kamer daarvan zullen overtuigen. Maar ik heb gemerkt in de afgelopen maanden, nu we al steeds meer hier over dit onderwerp hebben gesproken, dat die urgentie breed gevoeld wordt. En ik denk dat we nu bij het moment gekomen zijn om namens de voltallige commissie Digitale Toekomst de voorzitter van de Tweede Kamer het rapport aan te bieden, update vereist naar meer parlementaire grip op digitalisering. En dat zal ik op deze wijze moeten doen. Bril op doen. Beste Katelijne, geachte mevrouw Buitenweg, maar natuurlijk ook Kees Verhoeven, Farid Azarkan, Chris van Dam, Jan Middendorp, Danai van Weerdenburg en Gert-Jan van Otterlo en natuurlijk ook alle ondersteuning, Rens Jansma, maar alle medewerkers die eigenlijk jullie hebben geholpen bij het opstellen van dit rapport. Ik kan me nog heel goed herinneren het eerste moment waarop jullie ineens zo'n wild idee kregen. Wij moeten iets met digitale toekomst of zoiets. Dat had geen naam, maar iets met digitalisering. En, ja, zo, en iedereen had zoiets, waar gaat dit over? En het werd gewoon zo gepresenteerd van, wij willen daar iets mee. Zonder eigenlijk na te denken in welke vorm. Is het een werkgroep, is het een onderzoekscommissie? Nou, daar is het nodige over
gesproken toen. Maar één ding stond wel vast. Jullie wisten echt binnen een korte tijd alle politieke kleuren bij elkaar te krijgen. Dat zie je nu ook. Hè? Van oppositie of coalitie. Maar dit onderwerp is iets wat jullie gewoon samen hebben opgepakt. En jullie zaten allemaal vanaf het begin op één lijn. Dus wij moesten ook zoeken naar hoe gaan we zo'n commissie in godsnaam ondersteunen. Welke ambtenaren moeten dat? Waar moet het naartoe leiden? Maar jullie hebben echt prachtig werk gedaan. En het is in een tijd waar wij nu verkeren, denk ik. Het is een vreselijke periode, het is een crisisperiode, dat weten we allemaal en dat maken we van dichtbij mee. Maar voor jullie is het ook een ontzettend goed moment geweest om juist die digitalisering op de agenda te krijgen. Want ik heb nog nooit zoveel discussies gezien over digitalisering als in de afgelopen periode, ook hier in de Kamer, hè, met digitaal vergaderen. De app, hè, van VWS, met elkaar ook via zo'n videoverbinding. En er zijn verschillende opvattingen over digitale vergaderen. Ik denk dat jullie daar ook een belangrijke rol in spelen. Van als ik hoor hoe belangrijk het is en hoe belangrijk het steeds wordt, ook in de toekomst, en wat voor invloed digitalisering zal hebben op alles eigenlijk waar we mee te maken hebben, denk ik dat gewoon onontbeerlijk om daar als parlement gewoon hoog op de agenda te krijgen. En jullie doen al voorstellen voor een commissie en ik hoop echt dat ook gewoon wordt opgepakt. Maar jullie hebben ook een opvoedkundige functie, want ik zat echt te luisteren naar jouw betoog van goh, dat zit er allemaal achter. Dat is niet alleen een kwestie van met de videobellen of zo, maar er zit veel meer achter dan dat. En dat zal in de toekomst natuurlijk ook alleen maar groter worden. Ik hoorde laatst de Eerste Kamer, had het ook steeds over dat ze jaren digitaal vergaderen. In elk interview zei de voorzitter van de Eerste Kamer, wij vergaderen digitaal al vanaf 2011. Dus ik dacht, hoe doen ze dat? Bleek gewoon te gaan over mails, via de mail met elkaar communiceren. Dus ik denk dat we dat rapport ook naar ze kunnen doorsturen. Maar goed, ik heb ook, jullie hebben ook laten zien, eigenlijk als commissie de afgelopen periode, we hebben natuurlijk afgeschaald in verband met allemaal maatregelen en richtlijnen waar wij aan moeten houden, ons aan moeten houden. Maar jullie hebben wel achter de schermen, buiten schijnwerpers, gewoon ontzettend goed werk geleverd. En gewoon doorgewerkt. En heel veel digitaal, begreep ik ook. Hè? Dus dat laat zien dat ook in de toekomst, dat digitaal niet vergaderen. Want het is altijd belangrijk als, tenminste, ik vind het toch fijn om jullie weer te zien. Ik mis ook die clashes tussen meneer Verhoeven en Rensk Leijten in de zaal. Dus dat moet blijven, zolang wij hier zijn. Maar het is wel, ook voor de effectiviteit van ons werk is het cruciaal. Ik zou eigenlijk, ik kan alles omarmen, maar jullie weten ook dat aan de Kamer is uiteindelijk om hiermee aan de slag te gaan. Dit eindrapport bevat ook concrete voorstellen, dus het is niet alleen een algemeen verhaal, maar ook, dat heb je zojuist, Katelijne, heel goed toegelicht. En ik hoop echt dat de Kamer met het rapport aan de slag gaat, maar ook de voorstellen die hierin worden gedaan ook oppakt. We hebben nog ongeveer een jaar te gaan, maar dat neemt niet weg dat je ook voor de komende periode al iets in gang kan zetten. Dus ik zal ook het rapport doorgeleiden naar de Commissie van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. En ik zal zelf ook echt kijken van misschien liggen er ook voorstellen in die voor ons als parlement, voor de hele Kamer relevant kunnen zijn. Nogmaals, heel veel dank. En jullie hebben voortreffelijk werk geleverd, dus daar zijn we allemaal trots op. Heel veel dank. Heel hartelijk dank. Wat u zei over dat er vaak veel meer achter zit. Ik denk dat voor veel van de collega's, waaronder ik ook voor mezelf, was dit ook een hele leerzame ervaring. Want er werd toch heel veel duidelijk. De collega Van Dam zei op een gegeven moment, ik voel alsof ik
voor een flatgebouw sta en omhoog kijk om de enormiteit, dat je bijna niet het hele overzicht krijgt. Ik denk dat we toch wat meer, dat we inmiddels... Dat was een van de meest waardevolle bijdragen van de heer Van Dam. Nee, het was echt een... we hebben er denk ik veel van geleerd. En ik hoop dat dit ook iets is wat we verder ook ten gunste kunnen laten komen van het hele parlement. Dank u wel voor deze bemoedigende woorden. En ik denk dat wij ons best gaan doen om de voorstellen ook later door de Tweede Kamer geloodst te krijgen. Zodat we echt in een nieuwe periode aan de slag kunnen met een vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Dank u wel.